volgende actuele vraag is van, het zijn twee vraagstellers, de heer Jurgen Verstrepen. Tot mevrouw Ingrid Bieten, vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het stijgend aantal herhalingen van televisieprogramma's op de VRT. En een gelijkaardige vraag van collega Jodero. Meneer Verstrepen. Dank u, voorzitter, maar ik wacht even zeer vriendelijk tot mevrouw Lieten haar plaats heeft ingenomen. Welkom, mevrouw Lieten. Herhalingen op televisie zijn even vervelend als herhalingen in de politiek en waarschijnlijk kost het nog evenveel geld ook. Als ik de cijfers bekijk, mevrouw de minister, als ik de cijfers bekijk op 3 jaar tijd van 35% televisieherhalingen naar 39,3 op 1, Canvas 31 naar 52,2%, Ketnet 78 naar 85,8% herhalingen en het op 12, zorgenkindje van de openbare omroep, 69,4% televisieherhalingen. Voor de duidelijkheid, de openbare omroep krijgt afgelopen 3 jaar meer middelen, meer inkomsten en wat krijgen we daarvoor in de plaats? Meer herhalingen. Nu, ik ken de argumenten al die gegeven worden om dit zowat uit te vlakken, maar mag voor de duidelijkheid daar de percentages van Nederland bij zetten. Hoeveel? Percentage televisieuitzendingen in Nederland, dat is een beetje zo vergelijkbaar met Vlaanderen, dat daar gebeurt. Dat is 15% maximum. En daar is een discussie over in Nederland, van 15% herhalingen op televisie vindt de Nederlander erover. Wij vinden ongeveer 61,1% herhalingen van televisieprogramma's moeten wij blijkbaar goed vinden, want dat hoor ik in alle argumentaties. De kijker vraagt dit. Ik zeg het u, de kijker vraagt dit niet. Ik heb een aantal reportages daarover gezien. De kijker ergert zich daar mateloos aan. En als we dan nu even focussen op 12. 4 miljoen euro op jaarbasis, geschat, want we weten niet, dat zegt Leo Hellemans, kost dat kanaal. En voor 4 miljoen euro belastinggeld krijg je 70% herhalingen. Hoe moet je dat voorstellen? Een computer waar een beeldfragment in zit, dat automatisch continu herhaalt. 70% voor 4,4 miljoen euro op jaarbasis. Mijn vraag, mevrouw de minister en meneer de voorzitter, luidt. Bent u het eens met de strategie van de openbare omroep, ook al krijgen ze meer middelen, om steeds jaar na jaar meer herhalingen te programmeren? Meneer de Roo. Ja, voorzitter, mevrouw de minister, collega's, normaal gingen we dezelfde vraag voorlezen, ja, om het een beetje in het thema te zetten, maar we gaan toch wel een andere weg proberen in te slagen. De cijfers van collega Verstrepen zijn indrukwekkend. Hè. 61% herhalingen versus onze noorderburen 15%. En als je dan gaat inzoomen, effectief, je kan heel veel zeggen over gans de openbare omroep qua herhalingen, maar wat betreft op 12, een punt dat bij ons in onze fractie nogal een heet hangijzer is geweest de laatste jaren, dan komen we op 70%. En ik zou ook graag focussen op die 70% en op 12. Collega Verstrepen zegt, geschatte kost 4 miljoen. De geschatte kost, dat gaat over wat sommige mensen van de VRT ons zeggen als wij de VRT bezoeken over 2013. Maar als we afgaan op het jaarverslag 2012, dan kost dat meer dan 6 miljoen. 6,4 miljoen euro kost op 12. Uit onze fractie is altijd gezegd, dat is een overbodigheid. De doelgroep zit hier niet op te wachten. Voor mij is het heel duidelijk, voor mijn fractie is het heel duidelijk. Men heeft dat geprobeerd, oké. Men probeert af en toe iets. Soms lukt dat niet. Dit heeft niet gepakt. Wees niet koppig, Vlaamse regering. Stop daarmee. De Vlaamse omroep, Vlaamse openbare omroep, kan veel andere dingen doen. Dus mijn vraag is duidelijk. Zijn deze cijfers niet het ultieme bewijs van de overbodigheid van iets als op 12? En stop er gewoon mee. Dank u wel. Mevrouw Lieten. Ja, eerst collega Verstrepen, u geeft wel een beetje foute informatie wanneer u zegt dat de VRT altijd maar meer geld gekregen heeft deze legislatuur. Dat is namelijk niet waar. De VRT heeft net zoals alle andere organisaties moeten inbinden en niet zo'n beetje. In 2010 hebben ze 15 miljoen euro minder gekregen. Daar kwamen in 2011 nog eens 32 miljoen bovenop. Ook in 2012 hebben ze extra moeten besparen. Dus ze hebben zeker niet meer geld gekregen deze legislatuur dan voorheen. Twee, wat betreft de herhalingen, is er daar een duidelijk politiek en een duidelijk beleid binnen de VRT? Dat hangt een beetje af van net, want het is afhankelijk van het netbeheer. De eerste plaats, als we kijken naar 1 en naar Canvas, daar zijn herhalingen mogelijk. Als het 1 een service voor de kijker kan zijn,
bijvoorbeeld bepaalde programma's wil men snel herhalen, omdat binnen de week bedoelen we daarmee, omdat we daardoor meer kijkers kunnen aangrijpen. Bijvoorbeeld Canvas heeft nu de kans sinds het derde net om ook in de voornamiddag uit te zenden, waar vroeger Catnet zat. En we hebben dat specifiek gedaan om meer actua-gedreven programma's, die normaal altijd alleen maar laat op de avond staan, ook in de namiddag uit te zenden. En bijvoorbeeld Rijers Laat wordt op vraag van de kijkers in de namiddag herhaald en haalt heel wat kijkcijfers, wat heel wat mensen s'avonds niet meer zo lang willen opblijven om naar te kijken. En het dan opnieuw kosteloos, ook belangrijk voor heel wat kijkers, kunnen toch zien de dag nadien in de namiddag. Een tweede reden waarom bepaalde dingen herhaald kunnen worden, is omdat ze actua gedreven zijn. Bijvoorbeeld, er zijn belangrijke gebeurtenissen en dan zet men opnieuw iets uit van het verleden of een reportage van het verleden die de actualiteit ondersteunt. En derde reden is inderdaad dat het eigenlijk ondoenbaar zou zijn om voor ieder uur dat men heeft als zendtijd nieuwe programma's te maken. Dat zou eigenlijk niet efficiënt zijn, omdat de kijker er ook niet naar vraagt. De kijker vraagt juist een goede mix van nieuwe programma's en van gekozen, doelbewust gekozen herhalingen. Catnet dan, dat zendt uit van 's morgens nu tot 8 uur 's avonds. Dankzij het derde net kunnen we Catnet nu uitzenden ongestoord en reclamevrij. En is er een aanbod voor kinderen. En daar wordt doelbewust ook om pedagogische redenen gewerkt met herhalingen. Omdat uiteindelijk kinderen belangrijke nood hebben aan structuur. En iedere keer bepaalde programma's en bepaalde reeksen geven die structuur weer. En ook vandaag heb ik in de krant daar een artikel over gelezen. Het is jammer dat u dat niet hebt verwerkt in uw actuele vraag. Van pedagogen en van mensen die het sociaal-cultureel patrimonium belangrijk vinden. Die zeggen het is goed dat ook vandaag de kinderen Gert en Samson leren kennen en de Smurfen, alhoewel er helemaal geen nieuwe episodes meer gemaakt worden van Gert en Samson en van de Smurfen. Dat behoort een stukje tot het cultureel patrimonium. En een vast tramien in Catnet is eigenlijk een van de belangrijke pedagogische concepten waar dat op rust. En dan komen we op 12, naar het netbeheer van op 12. Ik heb het hier al herhaaldelijk herhaald, maar we hebben ergens een probleem om elkaar te begrijpen. We hebben uitdrukkelijk gezegd, na 8 uur 's avonds gaan we van het derde kanaal gebruik maken om doelgroepen te bereiken. Dat is niet de bedoeling dat we daar de grote kijkcijfers halen, maar dat we juist die doelgroepen die niet op één of op Canvas terecht kunnen, dat we die daar kunnen bereiken. En die doelgroepen die worden bereikt ook door herhalingen. Ik heb daar een paar voorbeelden van. Als je bepaalde specifieke programma's dat doelgroepen uitzet die kleiner zijn, dan helpt het om dat te herhalen, dan bereik je veel meer kijkcijfers. Dus ik probeer te zeggen, voorzitter, 1. Er wordt op een belangrijke manier meer geïnvesteerd in nieuwe programma's. In primetime is bijvoorbeeld zijn de extra zendtijd zijn uiteindelijk toegenomen, er zijn nieuwe programma's bijgekomen. En er is een doelbewust beleid van herhalingen dat gestoeld is op verschillende doelstellingen en waar men heel consequent mee omgaat. Wat hebben we vandaag geleerd, meneer Verstrepen? Het gaat hier over overheidsmiddelen besteed worden aan het openbare onderwijs. Het gaat niet over Catnet. Ik weet wat de argumenten zijn die worden opgesomd. Het gaat niet over. Even, meneer Verstrepen, gezien uw lengte, kunt u. Ja, oké. Nico staat aan. Ja, mag ik opnieuw beginnen dan? Hè? Ja, begin maar opnieuw. Dat is een herhaling. Ja. Wel, meneer de voorzitter, ik zal het nog eens herhalen. Anders begrijpt de minister het niet goed. Het gaat hier over overheidsmiddelen die besteed worden op televisie. Het gaat hier over een vrij unieke situatie in het medialandschap in Europa, waar heel veel wordt herhaald op, nogmaals, een openbare omroep. Zenders, kleine zenders, zoals een MEN-TV, een Dobby-TV, een Studio 100, een Jam-TV, die hebben dat nodig voor hun commerciële verkoop te doen, maar een openbare omroep niet. Als ik dan zie dat die extra middelen, zoals voor Op 12, wat een volledig overbodig kanaal is geworden, 4 miljoen euro op jaarbasis, dat zegt Leo Hellemans. Als je ziet dat de VRT uit het mediafonds 65% van de middelen haalt om eigen producties te maken die op de VRT terechtkomen, dan zeg ik, dit is een vestzak-broekzak operatie en ze krijgen inderdaad meer middelen. En wij krijgen meer herhalingen voorgeschoteld. Mevrouw de minister, ik ken de argumenten.
telkens weer, ik klop al heel lang op dit nageltje, ik blijf dit herhalen. Ik vind dat een openbare omroep in een unieke situatie zit in het medialandschap. Ze krijgen daar enorm veel geld voor. Het is niet de taak van een overheid om radio en televisie te maken. En wij krijgen herhalingen, stijgende herhalingen. Ik vind dit niet correct. Nee, daarom. Ja, de oefening en herhalingen van de openbare omroep is hier een oefening aan minimaliseren. Hè. Ik ga de argumenten van de minister niet herhalen. Ze heeft een aantal argumenten gebruikt om te zeggen, het is niet zo erg. Maar als je programma's meerdere keren moet uitzenden om aan een beetje bereik te komen, als je ziet dat op 12 6,4 miljoen euro kost, collega, in 2012, hè, u bent zeer mild vandaag, Jurgen, als je ziet dat 7 op de 10 programma's herhalingen zijn, ja, dan moeten we zeggen, als je naar doelgroepen mikt, dan bestaat er toch in een, op een moment dat er internet bestaat, dat er digitale tv bestaat, bestaan er andere middelen dan per se zo'n op 12 in leven te houden. Stop daar gewoon mee. Wens iemand aan te sluiten? Nee, ook zelf, die heeft dat niet opgeluid. Die heeft zelfs in praten. Had dat niet. Meneer Caron? Meneer De Koene. Dank u, voorzitter. Collega's, om van herhalingen te genieten moet je naar het vragenuurtje van het Vlaams parlement komen de woensdagnamiddag. Bijna elke week, één, veel te veel geld naar de openbare omroep. Twee, dat derde kanaal, daar zijn we tegen. Ik wil toch even duiden dat die ontkoppeling niet zo dwaas is en die herhalingen eigenlijk wel interessant kunnen zijn, ten eerste omdat het bereik van de programma's wordt verhoogd, want men doet alsof het dezelfde mensen zijn die kijken naar hetzelfde programma. Nee, het is een programma dat kan bekeken worden door de herhaling door meerdere mensen. Ten tweede, men verhoogt niet alleen het bereik, men verhoogt de rentabiliteit. Want uit berekeningen blijkt dat de kostprijs per kijker van nieuwe programma's daalt. Drie, we stellen vast dat als je de vergelijking maakt tussen 2011 en 2013, dat het aantal nieuwe uren programma's gestegen is van 5100 naar 5900. En dan ook mijn vraag, mevrouw, zijn er ernstige indicaties dat behalve de twee heren andere mensen in Vlaanderen zich daaraan storen? Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Ja, het klopt natuurlijk dat er vele herhalingen zijn op de openbare omroep. Zeker zoals hier gebeurd is, zoals men Ketnet gaat meetellen. Maar we hebben, collega's, in de beheersovereenkomst met de VRT nu eenmaal niets geschreven over herhalingen. Dus is het aan de VRT zelf om te oordelen hoe ze daarmee omgaan. En ja, het derde kanaal is hier weer, hoor ik. Ik denk dat derde kanaal, collega's, dat hebben we ook al gezegd, op een bepaald moment dus grondig moeten evalueren en moeten beslissen hoe we daarmee verder gaan. Ik al. Dankjewel, voorzitter. Ik had het krantenbericht ook gelezen en was er eigenlijk achterloos aan voorbij gegaan, behalve dat ik vaststelde dat het een vrij hoog cijfer was. En de bedenking die ik mij dan daarbij maakte was van een andere orde. Zoals de vraag gaat hier eigenlijk niet over het derde net, hè, maar over de herhalingen, maar van dat terzijde. De bedenking die ik erbij maakte was van, zie je wel dat die dotatie dan toch te sterk beknibbeld is, hè, mevrouw de minister? Want waarom moeten ze anders zoveel herhalingen uitzenden? Meneer Juxel? Dank u, voorzitter. Ik denk dat de collega's een beetje alles op een hoopje gooien. De ontkoppeling van Ketnet en Canvas was en is nog altijd een goede zaak voor kinderen, voor het kijkcomfort van de kinderen. En voor de meerwaardezoekers op Canvas, dat is één. Twee, op 12 is geen volwaardige zender. Ik denk dat dat heel duidelijk is geweest, een aanbod na 8 uur 's avonds. En drie, globaal is zo, collega's, dat als er meer uitzendingen zijn, dat er dan automatisch ook meer herhalingen zullen zijn. We hebben de nachtlust, we hebben de programma's van de nieuwsuitzendingen. Dus ik denk dat dat een goede zaak is. Natuurlijk is het wel zo, mevrouw de minister, dat we een debat moeten voeren over de kwaliteit van het aanbod op 12. Hè. We hebben dat ook in de commissie herhaaldelijk gevraagd. Dus mijn vraag aan u, wanneer zal er een grondige evaluatie gemaakt worden van op 12, om dan finaal te zeggen van, gaan we daarmee door of niet? Ik denk dat we die oefening moeten maken en goed. Dat is natuurlijk een heel ander debat. Mevrouw Lieten.
Ja, collega's, ik wil toch nog eventjes tot de essentie gaan. We hebben in het mediadecreet en in de beheersovereenkomst aan de VRT een specifieke opdracht gegeven. We hebben niet gezegd dat zij de meest succesvolste zender van Vlaanderen moeten worden. We hebben wel gezegd dat zij zoveel mogelijk doelgroepen die we benoemd hebben, moeten bereiken met nieuws, met cultuur, met sport en met entertainment. En daar moeten we hen op afrekenen. En daar heel specifiek hebben die herhalingen met alle respect en specifieke bedoelingen. En ik ga u een paar cijfers geven. Een paar van die programma's naar de specifieke doelgroepen toe. En collega Verstrepen heeft gelijk. We geven belastingsgeld aan de VRT. Net omdat wij aan de VRT ook de moeilijkere opdrachten geven. Want de andere zenders, die kunnen uiteindelijk, daar kunnen we van begrijpen, dat zij moeten gaan voor veel kijkcijfers, omdat die ook moeten gefinancierd worden met reclame. En dus aan de VRT hebben we gezegd, ga juist voor die moeilijke doelgroepen, daar moeten jullie aan werken. En dat is ook de bedoeling geweest van op 12. De moeilijke doelgroepen, dat wil zeggen de jongeren, dat wil zeggen culturele activiteiten die elders niet meer uitgezonden worden. Dat wil zeggen de kleinere sporten die niet in de normale sportjournaal zitten. Daar moeten zij op werken. En herhalingen werken daar. Ik geef u een paar voorbeelden. Het programma bijvoorbeeld Fans of Flanders haalde in een eerste uitzending een bereik van 353.000 kijkers. Als het een keer herhaald wordt, dan zijn daar ondertussen, is dat aantal verdubbeld. Zijn er 765.000 kijkers. En dat zijn niet dezelfde mensen die verplicht worden hetzelfde programma twee keren te zien. Maar dat zijn mensen die op een ander tijdstip het programma wel voor de eerste keer kunnen zien. Hetzelfde bijvoorbeeld voor een ander programma. Mijn 5.000 vrienden haalt in eerste bereik 63.000 kijkers. En in tweede bereik 445.000 kijkers. En dus je ziet dat die herhalingen, dat dat niet alleen een efficiëntiematrix is, maar dat ook bijdraagt tot het bereiken van die kijkcijfers en vooral tot het bereiken van die moeilijkere doelgroepen. En dat is ook net de bedoeling. En ik wil met iedereen discussiëren over het derde net. Ik heb hier al dikwijls de vraag gesteld, dus degenen die tegen het derde net zijn, die zijn, zoals collega Juxel ook terecht de vraag stelt, die zijn er dan voor dat we CapNet terug op één duwen. Dat is jullie vraag dan. Ja, dat is de bedoeling. Dat is wat u... Ja, oké, op één, dat kan was. Tweede vraag, hè. Als we dan toch, als jullie zeggen, ja meneer, we willen de ontdubbeling wel houden, want we willen CapNet ontdubbeld houden, dan zijn jullie er dan voor dat vanaf 12, van 8 uur 's avonds, er een pancarde verschijnt en we zeggen, kijk terug naar dit net, 's morgens vroeg om 8 uur. Nu gebruiken we die tijd zeer efficiënt om juist die moeilijkere opdrachten waar te nemen. En de collega's hebben gelijk, we hebben afgesproken dat dat kan geëvalueerd worden, maar ik wil toch zeggen, en dat zal ik altijd blijven zeggen, er is een duidelijk groeipad vooropgesteld. Het is pas vanaf september dat er avondprogrammaties zijn. En dus, we zijn nog geen jaar bezig. In ieder geval gaan jullie de kans krijgen om er al een eerste keer over te spreken, omdat het jaarverslag van de VRT binnenkort gaat overgemaakt worden aan de regering. Het wordt dan ook altijd overgemaakt aan het parlement. En dus vanaf de volgende... Wanneer de zittingen zich hervatten, kan het parlement die evaluatie agenderen en er al een eerste keer over spreken. Dan gaat je natuurlijk spreken over enkele maanden uitzending. Maar in ieder geval kan dat debat zeker en vast gevoerd worden. Collega's, ik denk dat daarmee toch uitdrukkelijk aangehaald is en bewezen is dat men het juiste debat moet voeren. Het gaat over de kijkcijfers, de aantal mensen en de tevredenheid. En ik moet daar aan collega De Koene aan duidelijk antwoorden. Wij hebben geen informatie over het feit dat de mensen ontevreden zijn over die herhalingen. Wij hebben daar geen duidelijke inzichten over. Dus er zijn geen grote groepen van mensen die permanent de VRT bestalken met mails om te zeggen we willen die herhalingen niet meer. Integendeel, uit de kijkcijfers blijkt dat je iedere keer opnieuw andere groepen van mensen kunt aanspreken die ook uiteindelijk van dat programma kunnen genieten, waardoor de kijkcijfers en de doelstelling is toch wel dat mensen kunnen kijken, dat je die beter kunt bereiken. En is dat een efficiëntieoefening? En is daar een efficiëntiekantje aan? Ja, natuurlijk, maar nu vind ik het wel vreemd dat ik dat hier moet verdedigen en dat jullie blijkbaar degene zijn die zeggen er moet nog meer eigen programma's gemaakt worden, de kosten van de VRT moeten omhoog gaan. Dat is een beetje een omdraaiing van het debat. Maar alleen op het einde van de legislatuur zijn er soms verrassingen in de positionering. Dus ik vind het belangrijk dat de VRT zorgvuldig daarmee omgaat.
met een doelbewust beleid en dat ze dat monitoren, zowel naar de tevredenheid en naar de kijkcijfers toe, en dat ze zich aan hun beleid houden en daarover verantwoording afleggen in het parlement. En wat mij betreft doen ze dat op dit moment correct. Meneer Verstrepen, slotopmerking. Absoluut, nog eens een slotopmerking. Ik denk misschien dat de VRT keuzes moet maken. Hè? Ik heb niet gezegd dat ze meer geld moeten krijgen, maar keuzes maken. Bijvoorbeeld een doelgroepenprogramma voor een kleine groep mensen dat heel veel kost, zoals Waas versus Wouters bijvoorbeeld. Een megaproductie kost heel veel geld. Dan kan je misschien 3 andere producties van maken en kon je de commerciële dat laten doen. Het heeft te maken met prioriteiten. En ik vind het vreemd dat een aantal collega's vergeten wat er hier al 10 jaar lang in de commissie media wordt gezegd in de notulen. U mag dat opzoeken, ik daag u uit. Daar staat telkens in, bij het jaarverslag van de openbare omroep, zeggen zij, wij gaan inspanningen leveren, efficiëntie, we gaan met minder geld even goede televisie maken en we gaan nooit beknibbelen op het aanbod. Nu is dat blijkbaar een argument geworden, dus het is logisch, omdat ze minder krijgen, is er nu minder kwaliteit, dus dat is absolute onzin. Ik daag u uit, mevrouw de minister, kijk, een aantal cijfers, want u haalt er 1 programmaatje uit, we hebben het hier over een kanaal waar de helft van de tijd een pancarte op staat. Hè. Misschien heeft u nog niet gekeken, ik doe dat wel, dan val je van bij in slaap, want die herhaling van die pancarte is heel vervelend op 12. Als je dat ziet, en je ziet hoeveel belastinggeld dat kost, dan vind ik dit weggegooid geld. Dan vind ik dit niet kosher. En dan moeten we stoppen met op 12. En voor mijn part mogen ze 24 uur 7/7 Ketnet uitzenden. Voor hetzelfde budget. Want ze zitten nu toch al aan 80% herhaling. Goed. Dus wat maakt het verschil? Meneer voor die 20% niks. Okay. Stop met op 12. Meneer